Lieve YouTubers, ik ga jullie nu weer twee gedichten, maar twee afzonderlijke gedichten, even op twee verschillende video's jullie laten horen uit mijn nieuwste gedichtenbundel. Die heet Wat ik door mijn ogen zag, mijn leven in goede en kwade dagen. En ik ga jullie nu het eerste gedicht eruit voorlezen. Remy, zijn zesde verjaardag heet dat. Remy was gisteren jarig en had veel plezier. Dit keer zonder veel gemopper en geklier. Hij kreeg een speeltje dat leek een klein beetje. Met een kattengeur eraan, dat was een feestje. Heerlijk speelde Remy hiermee. Zo was hij dit keer dik tevreden. Na een tijdje gaat hij weer liggen slapen, want was zo moe en zat te gapen. En dan laat ik jullie het plaatje nog even zien wat er onder het gedicht staat. Nou, lieve YouTubers, ik hoop dat jullie dit weer een leuke video van mij vonden. En dan zal ik de volgende keer weer eens een gedicht uit mijn nieuwe gedichtenbundel voorlezen. Tot gauw weer. Dag lieve YouTubers. En tot de volgende keer.